Vanaf de A18 tot aan het spoor wordt de weg compleet verdubbeld, inclusief de twee rotondes. En bij de aansluiting op de snelweg worden verkeerslichten geplaatst. We vergroten hiermee ook de capaciteit van de weg. En doordat we ook de gelijkvloerse kruisingen met de fietsers op verschillende plekken verwijderen, wordt ook de veiligheid vergroot. Deze weg is uitermate belangrijk voor Doetinchem en niet alleen voor Doetinchem. Heel veel verkeer komt via deze hoofdader de stad binnen. Met de gemeente en met het bouwbedrijf zeg maar, van de weg hebben we daar goed overleg mee gehad. Er zijn borden geplaatst. Dus ja, wij zijn nog wel positief voor de toekomst. Er bestaan nog wat bezwaren, maar wij mogen gewoon beginnen met de werkzaamheden. En uiteindelijk zal de rechter daarin moeten besluiten. Maar wij hebben er volop vertrouwen in dat dat een positief besluit voor ons zal zijn.